Elk jaar vieren wij de Dag van de Ondernemer. Vorig jaar zaten we nog met elkaar samen op de Hightech Campus Eindhoven aan een ontbijtsessie over digitalisering. Nu, 2020, vieren wij 20 november aanstaande wederom de Dag van de Ondernemer. En ja, toch in een hele andere context. Maar heel veel hebben het heel hard te halen. Hebben geen perspectief meer. Hebben mensen moeten ontslaan. Mensen die vaak al jaren dag bij ze werkzaam waren, zien eigenlijk geen toekomst meer voor hun bedrijf. En juist nu willen wij daarbij stilstaan. We willen jullie allemaal een hart onder de riem steken. Ondernemers, alsjeblieft, we hebben een ondernemersloket hier in de stad. En maak daar gebruik van. Daar waar wij kunnen, willen we jullie helpen om een klein beetje tegemoet te komen aan jullie noden. En laten we hopen op een betere toekomst. Die toekomst, die hebben we hier in Eindhoven en omgeving al jaren en dag gezien. Dat wij zo vitaal zijn, dat wij ook weer onszelf aan de haren uit het moeras omhoog kunnen trekken. En daar heb ik u heel hard voor nodig. Dus alsjeblieft, blijf moed houden. Blijf toekomstvisie houden. Heb ondernemerszin en blijf gezond. Ik kom jou namens de gemeente de Ergon en het World Trade Center even hard onder de riem steken in deze toch wel bijzondere tijd. Wij hechten heel veel waarde aan onze kwaliteit en ook vooral het veilig werken is van belang. En er zullen wel wat veranderingen komen, maar ja, ik ga daar vol goede moed ga ik die tegemoet. Ja. Dit heeft zo'n grote impact die volgens mij verder gaat dan alleen maar de maanden dat we nu op slot zitten. Ja, wat mij drijft is om dan vooruit te kijken van hoe ga je hiermee om en hoe pas je dit in en hoe maak je dit dadelijk ook weer onderdeel van je reguliere bedrijfsvorming. Ja, de maand april was sowieso één grote tegenvaller, want dat was, toen werden heel veel orders ingetrokken. Maar ja, vervolgens ga je ook meteen maar kijken van wat kunnen we. We hebben deze week 2 nieuwe medewerkers aangenomen, dus wij zijn positief gestemd over de toekomst. Feliciteren. Nou, dat is leuk. Met de Dag van de Ondernemer alle. Hartstikke leuk. Tot nu toe 70% omzetverlies, maar ja, ik heb geen personeel en ik heb geen huurpand. Dus ja, daarom sta ik nog gelukkig. Wat we nu dus zijn gaan doen in de periode, we hebben nagedacht wat we gingen doen, zijn gaan bezorgen. Ja, dat is wel een hele leuke tak van sport, want je maakt en leuke gerechten. En je maakt elke keer mensen blij doordat je zo'n tasje afgeeft met lekker eten. Natuurlijk omzetverlies, maar zo rond april, mei zagen we al dat er in ieder geval veel meer gebruikte auto's verkocht werden. Dus uiteindelijk zagen we daar ook weer de kansen ontstaan. In mijn optiek ziet de toekomst er goed uit. We zien nu wel dat het dit jaar wat minder is, met name op de verkoop van nieuwe auto's. Maar we verwachten ook inhaalvraag, want mobiliteit blijft een belangrijk onderdeel van ons leven. De Dag van de Ondernemer zou je graag even in het zonnetje willen zetten met je hele mooie bedrijf, goed geborste brood. Het hele idee, het concept, alles zat hierin en ook natuurlijk heel veel geïnvesteerd. En dat moesten we op een gegeven moment loslaten. We zagen gewoon, het kan niet anders dan op dit moment om het los te laten. Dus ik heb echt wel meteen gekeken van nou, hoe kunnen we verder? En de kans lijkt heel reëel dat het in ieder geval in een hele afgeslankte vorm is, waardoor we gewoon licht en flexibel zijn. Zouden jullie dit certificaat willen overhandigen? We zijn in het begin begonnen met de afhaalmaaltijden. We zijn time-to-cook video's gaan maken waarin we onze gasten thuis meenamen in het maken van een leuk recept. Zijn er mensen boven te schilderen van ons eigen team en die zijn ons hele hotelbureau aan het opknappen. Dus daar is creativiteit in alle hoeken. Ik hoop dat mijn klanten perspectief houden en dat ze ook energie en ook het vet op de botten hebben om die periode te overbruggen. Maar voor onszelf zie ik het positief in, want we zijn met de juiste dingen bezig geweest. Mooie projecten binnengehaald. Dus wij zijn eigenlijk klaar om dadelijk hopelijk in het voorjaar helemaal los te kunnen gaan. Trots op jouw ondernemerschap, mag ook wel eens gezegd worden. De valkuil was dat die emotie erin ging komen. Want iedereen had zoiets van, ja, gaan we nog wel voetballen? Gaan de clubs opvallen in betaald voetbal in onze bedrijfstak? Dus de valken was om heel veel emotie in te gooien. En uiteindelijk blijkt het toch allemaal niet zo uit te komen als het iedereen bedenkt. Wij zijn altijd heel positief ingesteld. Dus met andere woorden, wij richten ons erop dat we eigenlijk volgend jaar weer met publiek gaan spelen. En als je dat perspectief hebt, dan is het leuk werken. Ik ben
ben vol vertrouwen erin gegaan. Want juist, je laat je dromen niet aan de kant zetten door ja, iets wat we uiteindelijk hopelijk weer met z'n allen te boven komen. En juist, denk ik, door corona is het heel belangrijk om mensen nog meer bewust te maken van gezonde voeding en lokaal. En ja, gewoon goed eten. Ja, pure passie. Pure passie om het verhaal te vertellen, zodat onze toekomst en de toekomstige kinderen en alles wat daarna komt, hopelijk nog langer van deze planeet kunnen ja, genieten. Wij zijn hier namens het werkgelegenheidsteam, de Ergon en het WTC Eindhoven om jou iets lekkers aan te bieden. En eigenlijk ook is bij iedereen toch ook wel het bewustzijn bij alle medewerkers dat we online heel goed beschikbaar moeten zijn. En dat klanten of mensen die een boek willen kopen, dat die weten dat ze ook online een lokale keuze kunnen maken. Nou, we staan sinds 1848, hè, dus je zou kunnen zeggen dat wij ons 173e jaar ingaan. We werken met z'n allen hard aan om die 175 te halen. Nou, wij waren vooral buiten bezig. En het gasbewassing wat wij binnen doen, hebben we tijdelijk stopgezet. Maar we hebben het vrij snel weer opgepakt om andere activiteiten te gaan ontplooien. En we hebben extra mensen aan kunnen nemen, desondanks. Ik denk dat er veel bedrijven, instellingen toch gezien hebben en gevoeld hebben met name dat we de afgelopen 10, 15 jaar te ver doorgeschoten zijn in alles en dat we daar dat eigenlijk toch wel misschien op een pijnlijke manier zichtbaar is geworden, maar dat we daar wel onze lering uit getrokken hebben.